Een agent van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond werd in september ontslagen omdat hij zou hebben gespioneerd voor de geheime dienst van Marokko. Naar aanleiding daarvan vindt donderdag in de Tweede Kamer een debat plaats over de activiteiten van de Marokkaanse inlichtingendiensten in Nederland. U hebt een debat aangevraagd, want de invloedssfeer van de octopus, wordt die ook wel genoemd, is wel erg groot. Ja, dat klopt. Het is ons een doorn in het oog dat de Marokkaanse overheid er alles aan doet om voormalige Marokkaanse ingezetenen gewoon in een soort wurggreep te houden. En dat moet stoppen. We weten dat mensen benaderd worden door de veiligheidsdienst. We weten dat mensen eigenlijk zich bijna gedwongen voelen om gelden over te maken. We weten dat het heel moeilijk is voor mensen om geld dat in Marokko staat naar Nederland te halen. We weten dat de Marokkaanse koning 139 imams naar Europa heeft gestuurd om een bijdrage te leveren aan de deradicalisering hier. Zonder dat wij daar in die zin om gevraagd hadden, zijn er 9 naar Nederland gekomen. Dus er zijn een aantal dingen waaraan we zien dat Marokko zich steeds weer bemoeit met Nederlanders. En we willen dat het gewoon ophoudt. We willen echt van het kabinet horen hoe ze ervoor gaan zorgen dat Marokko hiermee stopt. Ook in Europees verband. Als het vervolgens niet gebeurt, dan gaan we een stap verder. Maar voorlopig willen wij gewoon nu dat het kabinet er alles aan doet om ervoor te zorgen dat dit ophoudt. Fouad El Hadji, raadslid voor de PvdA in Rotterdam, werd aangespoord om mooie verhalen over Marokko in Nederland te verspreiden. Ik ben benaderd door iemand van wie ik dacht dat het een goede bekende was. En vervolgens bleek dat hij mij wilde ronselen voor de goede zaak van Marokko. Dat je mooie verhalen vertelt over Marokko. Dat zien we ook wel eens wel vaker in de media. Dat mensen roepen van ja, maar het gaat toch fantastisch daar met mensenrechten. Het gaat fantastisch met democratie enzovoorts. Nou ja goed, ik heb gezegd ik wil best een mooi verhaal vertellen. Als ik daarin geloof, maar anders niet. Ik heb sowieso nee gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat mensen inderdaad dat niet zomaar doen. Nee, ik geloof dat mensen inderdaad daar geld voor krijgen om zich in te zetten voor die Marokkaanse zaak. Ook vanuit de PvdA is er kritiek op de invloed die Marokko in Nederland probeert uit te oefenen. Kamerlid Jeroen Dijsselbloem gaat Ella Vogelaar om opheldering vragen over de 40 imams die vorige week teruggeroepen zijn naar Marokko. Men vermoedt dat de imams tijdens het bezoek instructies krijgen over de Marokkaanse variant van de islam en over de manieren waarop Marokko grip wil houden op Marokkanen in het buitenland.